de verte zie je het hoogste punt. Daarachter ben ik vertrokken, achter die berg. Ja, ik heb toch een mooie vlucht tot hier kunnen maken. Nu moet ik nog helemaal te voet. Het zat helemaal van achter waar je de vallei ziet. Dus ik heb nog even te gaan. Minstens nog een uur, twee uur. We zien wel. Nou wel, ik kom van hier naar beneden, na 28 kilometer wandelen. Hier door die vallei. Hier terug naar boven. Dan de Steven die zijn leven waagt. Komt helemaal in orde. Oké, daar moet ik ook nog op. En nu is mijn toer, ik kan hem weer. Dakar, we zijn de verkeerde weg afgeslagen, dus we moeten dezelfde weg weer terug om te komen waar we zijn gestart. Dat geeft ons wel 40 strafpunten, maar we hopen vanavond ook aan te komen in het kamp. Mijn chauffeur die naast mij zit, Jan de Roy, doet het verschrikkelijk goed, hij blijft cool. Hier wordt het een beetje krap, maar we gaan allemaal goed. En ja, we hebben het gehaald, we zijn terug in de spannen en de woestijn en de sterren. Zo, het gebrek aan adrenaline. We hebben hier een kwakkel teruggevonden in plaats van te vliegen. Het is wel heel vieze boel. Het schommelt heen en weer. Ik moet serieus mijn evenwicht houden. Jan is toch een sympathieke mens, hè. Je komt helemaal van ginder achter gevlogen. En hij komt gewoon hier naast me landen. Daar gaat hij. Boom, patat. Lekker een professional. Daar gaat hij. Hey, Jan! Een Belg mee is, hè. Ik ga voor de eerste medaille. Nou, je gaat overal met die vallei landen, dan weet je wat erin. Oké, ik ga de camera laten voor het wat is. Ik ga natuurlijk wat focussen op het vliegen. Want ik blijf hier toch gewoon wat rondhangen.